ben ik van groep 8. Dus ik heb even Jeffrey ingeschakeld. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Customize Your Closet. De serie waar ik langs ga bij YouTubers om een kijkje te nemen in hun kast en een kledingstuk op te pimpen. Vandaag ben ik te gast bij Charlotte van Charlotte Blitzbum. En we gaan vandaag een crop top versieren. Dus ja, let's go! Ik ben bij Charlotte en vertel wat over je kanaal. Ja, ik ben Charlotte en ik ben bijna afgestudeerd als juf. En daarnaast maak ik ook video's op mijn kanaal dus. En ik maak eigenlijk shoplogs, beauty video's en met name video's waarin ik producten test. Dat vind ik leuk voor mijn kijkers. Om, ja. Omdat ik dat altijd al doe, eigenlijk mijn hele leven. Overal wil ik alles proberen en dan probeer ik dat dan te testen op camera. En ja, superleuk. Dus neem zeker een kijkje op het kanaal van Charlotte. Dankjewel. En even abonneren. En ja, ik ben best wel benieuwd naar je kast, want volgens mij heb je echt heel veel kleding. Ik heb echt heel veel, maar echt ik ben heel wel veel. Ja, maar ik ben wel iemand die dan iets nieuw heeft en dat heel lang draagt en dan draag ik het niet meer. Maar dan hou je het nog wel. Ja, ja. Want het is gewoon nog goed. Ja, en dan misschien komt er weer een nieuwe fase dat je dat weer een beetje aandoet. Ik heb ook echt in de berging nog kleding van groep 8. Zodat ik het niet eens meer past. Dan denk ik, oh, is leuk voor als ik ooit afval en dan kan ik dat weer aan. En dan kan je dat niet meer krijgen, dus dan doe ik dat aan. We zijn nu in de kast van Charlotte en ze heeft echt mega in de kast ook echt, ja, klinkt in zo de kast. Cool. Ze heeft gewoon een kledingkamer, niet gewoon een kast, maar een kledingkamer. Ja. En ze heeft echt super veel kleding, het lijkt wel een winkel. Ja, het is echt erg. En alles is mooi op kleur gesorteerd en ik zie hier al gewoon dit echt zeven spijkerjasjes. Maar ja, dit heb ik dan bijvoorbeeld weer gekregen. Echt 5 van die spijkerjasjes, wel heel chill. Nu, volgende vraag. Ik heb zeg maar best wel goed oog voor wat leuk is, maar ik vind het soms nog lastig om het op mezelf toe te passen. Omdat ik heel kritisch ben. Bijvoorbeeld, ja. ik wil niet dat het te kort is. Ik wil niet dat je mijn buik ziet. Ik wil dat alles goed uitkomt. Ik wil dat een lang mouwtje voor mijn armen. Dus ik vind dat het moeilijk om het te combineren. Dus ik denk dat ik daardoor best wel basic ben. Ja. En dan draag ik er een sieraad bij of zo. Maar ja, ik hou ook wel van basic. Ik vind basic ook leuk. Gewoon. Ja, maar ik zie ook wel heel veel. Ja, jasjes dan, denk ik. Uitgesproken dingen. Ja. Zoals deze, daar zitten allemaal bliksem. Ja. Op en ik denk inderdaad dat bij ja, op dit vind ik ook wel weer leuk met zo'n ja, ruffeltjes. Ja, ik hou wel van kleurrijk op zich. Je ziet hier heel veel donkere kleuren, maar hier is ook best wel veel kleur. Ik denk best wel basic en dan qua jasjes vind ik het wel leuk om er een soort van beetje uit te pakken. Ja, ik hou ook wel van printjes. Ik weet het, ik heb eigenlijk niet echt één stijl. Nou, ik denk over het algemeen denk ik blouses. Ja. En wat ik heel erg chill vind, zijn groene jacks. Oh, ik weet niet waarom. Dat vind ik leuk. Ja, vind dat ik heb ik altijd ook. Zo leuk. Het staat altijd goed. Ja, dicht of open ja. Is altijd leuk. En dat kan met heel veel dingen. Ja. Zwarte broek, spijkerbroek. Ik hou er echt van. Daar voel ik me ook fijn in ofzo. Ja. En ik heb altijd een week lang een favoriet item. En dan elke vind ik het week? Niet, ja, ofzo. Dan vind ik het niet meer leuk. En ik weet ook niet waarom dat is. Dat is gewoon zo. Altijd een beetje, dan koop ik iets nieuws en dan wil ik het heel veel aan. Ja. Want dan staat het leuk en dan zit het lekker. En dan eigenlijk op een gegeven moment, nou de 5e dag misschien of zo, dan kijk je in de spiegel en denk je, nu vind ik het niet zo heel leuk meer. Dan heb je het gewoon te veel gedragen. Ja, dat is eigenlijk ja. Stom. Je moet het afwisselen. Je moet ook schoenen. Ja, ik heb dat ook hoor. Als ik dan een superleuk item heb, dan wil ik het elke dag dragen. Ja. Maar dan moet het eigenlijk gewoon een beetje uitstellen voor jezelf. Net als dit bijvoorbeeld. Als ja, je dat, dat nu elke dag gaat dragen. Ook echt te vaak. En dan vind je hem straks niet meer leuk, terwijl nee, hij zo leuk is. Soms mag ik voor mezelf dan niet aandoen. Dat is onze tip. Ja, voor gewoon jullie. Af en toe niet aandoen, niet aandoen wat je aan wilt doen. En het is natuurlijk zomer, dus we gaan vandaag een crop top opleuken. En wat is de crop top die het gaat worden? Nou, ik had best wel wat crop topjes klaargehangen. Ze zijn allemaal best wel saai. Maar welke ik echt wel leuk vind om op te leuken is dus dit. Ja. Want ik dacht hiervan, oh leuk. Maar het is maar één mini klein stukje wat leuk is en de rest is zo saai. Ja, nou dat kunnen we zeker wel. Ja, en misschien iets met dat soort laten terugkomen of ja. Zo. Ja, superleuk. Dus toch? We gaan hiermee aan de slag. Oké, okay, cool. En we gaan beginnen. En ik heb wat voorbeeldjes opgezocht op Pinterest. Die komen nu in beeld. En dat gaan we vandaag maken. Dat zijn van die
ja, onderkant zitten van die knipjes. En daar gaan wij eyelets langs slaan. Eyelets zijn van die metalen ringetjes die je in kleding kan slaan. Zelfs dat. Ja, ik heb hier een paar voorbeeldjes. Dat kan je met een hamer erin slaan. En als we dat zo hier aan de onderkant gaan doen, dan kunnen we daar een lintje door halen. Mm-hmm. En ja, ik denk dat dat best wel leuk is. Je ziet dat de laatste tijd best wel vaak. Ook hier zo boven. Ja, ja, ja. Van die, heeft dat bepaalde naam? Maar bedoel je dan die zo loopt, zeg maar? Ja. Dat die raadje die voor het veter raadje? Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk ook een beetje zo hier. Ja, leuk. En dat gaan we eigenlijk doen. Het is ook leuk dat het zwarte dan terugkomt. Ja, want we hebben zwarte lintjes. We gaan dus twee van die knipjes in de t-shirt zetten. We moeten dus allebei even ver. Ik kan hier natuurlijk hier eentje in het midden en dan eentje aan de zijkant. Dus dat gaan we even afmeten. Ja. En we gaan 18 centimeter vanaf de zijkant. Zo. Zetten we even een stipje. Mm-hmm. En dat doen we ook aan deze kant. Want daar gaan we zo knippen omhoog. En als je het t-shirtje dan even aandoet, dan kan je even kijken tot hoe ver je wilt knippen. Oké, ja. Want anders heb je misschien een beetje te ver geknipt. Ja. Dus wij doen 10 centimeter knippen. Dan zetten we daar ook weer even een stipje neer. Dat doen we hier ook. En dan is hij klaar. Vier paarse stippen. En dan is het gewoon knippen. Oh, spannend. Wil jij ook knippen? Ik heb nog hoe weet je nu dat je recht zit dan? Dit is al scheef. Een beetje gevoel, toch? Okay. Dan knip jij maar. Ja. Dan heb jij die knippen? Ja, ik knip heel vaak in shirts en het wordt altijd verpest. Oh, oké. Okay. Maar dan ga ik knippen. Een speciale stofschaar? Ja. Oh, ja. Dus dat knipt wel wat beter. Kan ook met een gewone schaar, maar het is niet zo scherp. Ja, want ik probeer heel vaak splits in shirts te knippen. Maar het wordt altijd heel lelijk. Omdat ik dan geen goede schaar ook gebruik. Weet je, of zo. En kijk, dan gaan we hier langs van die ringetjes maken. Ah, ja. Tuurlijk. Leuk. Nou, ik heb hier zo'n pakketje met eyelets. En daarop staat precies hoe het moet. Want het is best wel lastig om dat uit te leggen. Maar dat staat gewoon op de achterkant. Maar er zit zo'n dingetje bij. En die eyelet bestaat uit twee onderdelen. Je legt hier eentje in en hier eentje. En als je dan een klein gaatje maakt, met bijvoorbeeld een klein schaartje in de stof, dan kan je dit er zo tussen leggen. En dan met een hamer sla je zo die eyelet erin. Ja. Dus eigenlijk best wel makkelijk. Mm-hmm. En heb je dit wel echt zo'n tool voor nodig? Ja, dit moet je dan wel kopen. En dit heb ik gekocht in de stoffenwinkel. Was dat duur? Oeps. Zo'n pakketje was €6,80. Maar dan heb je er wel 40. Oh, nou chill. Dus dat zijn er best wel veel. Ik zit dan in die eyelet, zet ik dan even een stipje. Zodat ik een beetje weet waar ik ze straks in wil zetten. En dan maak je dus met een schaar een heel klein gaatje. Dan kan je dit paarse ding dichtduwen. En dan leg ik er eventjes een plankje onder. Want ik ben bang dat ik anders iets kapot sla hier. En dan moet je met een hamer iets van 3 of 4 keer best wel hard slaan. Mm-hmm. En ook echt recht slaan. Dus niet scheef. En dan, als het goed is, zit de eyelet erin. En wil jij nu ook eventjes lekker de agressie afreageren? Je moet best wel hard slaan om die eyelet erin te krijgen. Okay. Is hij gewoon dicht of moet ik hem echt nog vasthouden? Kijken. Je moet hem wel een beetje zo vasthouden. Oh, kijk, nu gaat hij eruit. Scheef. Ja. Kijk, je moet hem echt van boven anders. Hoe kan je dan je vingers wegdoen? Ja. Ik weet niet of ik het kan. Maar niet uit. Als het. Oh, nu heb ik hem los, hè? Of niet? Je moet. Gaat het goed? Ik denk dat hij nog wat wel harder moet. Je moet best wel hard slaan, dus ik heb even Jeffrey ingeschakeld. Ja. Dus schakel je vader of je vriend in, want die zijn toch iets beter met de hamer, hè? Zeker. Mag ik? En die slaan hem ook niet kapot. Nee. Charlotte heeft het net kapot geslagen. Maar je kan het gewoon weer met ik ben sterker. Met nog tape sterker. Fixen. Ja. Ja. Alles sterkste. Ja? Ja. Mag het? Ja. Nou, alle eyelets
zitten erin. En dit dingetje is net wel kapot gegaan. Maar we zijn heel creatief geweest. En we hebben gewoon met tape geplakt. En het werkt gewoon nog prima. Ja, gelukkig. Ja. Maar je moet wel echt flink slaan. Dus, maar ja. Goed slaan. Want ik heb maar 3 keer geslagen en toen was hij al stuk. Ja, dan zijn we dus klaar met de ringetjes. En kunnen we dan de lintjes er doorheen gaan halen. Dat ziet er nu al leuk uit, hè? Ja, echt super leuk. Ook gewoon mooi, die ringetjes. Ja, het is echt heel leuk. Heel stoer. Ja. Dus je bent nu bijna juffrouw, toch? Ja, ik ben mijn stage heb ik al gehaald. Dus op dat gebied ben ik dan nu juf. Maar je moet natuurlijk ook nog al je punten halen. Even kijken hoor, hoe moet het? Moet het dan... Ik doe dan deze zo hieronder. Onderlangs erin. Ja, of is het mooier boven? Ja, boven is mooier, denk ik. Ja, dat je het weer bovenin doet. Ja, ik denk het ook. Ja. Nee, want ik heb dit jaar echt 2,5 jaar in 1 gedaan of zo. Ik heb heel hard gewerkt dit jaar. En de vorige 2 jaren wat minder. Dus ik heb nu mijn scriptie gehaald. En ik moet dan nu nog 1 gesprek doen en 1 mondelinge toets. En dan... Is het echt helemaal klaar. Ja. Ik ben ook al bezig met solliciteren. Dat weet nog niemand. Maar tegen de tijd dat het online komt. Heb je er langer over gedaan doordat ook met YouTube veel aandacht aan besteden? Ja, ik ben wel iemand die zich niet heel goed op... Zeg maar, qua kleine dingen kan ik me op heel veel tegelijk focussen. Maar inderdaad, school en YouTube samen, dan kan ik wel heel snel opgaan in YouTube. Waardoor ik mijn school een beetje achterwege laat. Ja. Maar het kwam meer dan toen ik ging samenwonen eigenlijk. Toen ben ik een beetje op een lager pitje staan. Toen ging ik daar heel veel tijd en energie in stoppen. Toen ging ik echt heel veel tijd stoppen in mijn huis. En toen ging het een beetje mis. Ja. En nu gelukkig weer goed. Oh. Maar ik heb ook pas sinds dit jaar het gevoel dat ik echt klaar ben om... Om te gaan werken. Ja. Dus. Nu is die klaar en dit is het resultaat geworden. Heel leuk. Het lijkt echt precies op wat we wilden. Ja, precies wat we in gedachten hadden. Hè? En het ziet er ook gewoon super mooi afgewerkt uit door die ringetjes. Echt leuk. Is dus wel even een werk, die ringetjes, maar dan heb je ook wat. Hè? Nou, dit is het resultaat. Je hebt het aangetrokken. Echt heel leuk. Ja, hij is echt als nieuw eigenlijk. Ja, hè? Je ziet niet dat het gedeerwaaid is, vind ik. Dus het is heel leuk om er wat lichts onder te doen. Je dan die, want we hadden eerst een zwarte rok gedaan en dan vielen die zwarte dingen een beetje weg. Dus echt een leuk zomer shortje. Ja, heel leuk. Ja, ik ben echt blij mee. Super leuk voor de zomer. En... Hij was saai. Dat is echt waar. Hij is echt niet meer saai. Nee. Was dit de laatste aflevering van Customize Your Closet? Ik vond het echt super leuk om langs te gaan bij YouTubers. En hopelijk gaan jullie hier zeker iets mee doen. Vinden jullie het nou een leuke serie? Laat dat zeker eventjes achter in de reacties. En als jullie een idee hebben bij wie Noëlle nog langs zou kunnen gaan. Want misschien moet er wel vervolg. Ja. Doe dat. Dat is echt leuk. Voor seizoen 2. Dat zou ik echt heel leuk vinden. En wil je seizoen 2 doen? Duimpje omhoog. En bedankt voor het kijken.